6 jaar geleden nam ik samen met mijn broer Marijn de Spar in Kortrijk over. De winkel van toen was een goed draaiende zaak die nood had aan vernieuwing. Om net zoals bij de warme bakker die krokante pistolets en die kraakverse stokbroden te kunnen aanbieden, hebben we gekozen voor het cru-verhaal. Met cru-producten werken betekent eigenlijk concreet dat we diepgevroren bolletjes deeg aankopen die dan hier ter plaatse het hele rijstproces doorstaan in onze remrijskasten. Om ze dan daarna hier ter plaatse in de rotatieoven af te bakken. In die optiek zijn we op zoek gegaan naar een leverancier die ons kon helpen om een antwoord te bieden op de vraag welke machines we precies nodig hadden. Toen we Ludovic van de firma Heijn tegenkwamen, sprong die er toch wel met kop en schouders bovenuit. Aan de hand van het actuele verkoop en de beschikbare ruimte hebben we de ideale opstelling samen bedacht. Een combinatie van remrijskasten, flex, UV en rotatieoven. De combinatie van die drie toestellen is bedacht om telkens te kunnen bijbakken. Dus twee remrijskasten met telkens een apart einduur wanneer de producten klaar zijn om af te bakken. In de Flex UV kan je brood onverpakt klaarzetten op karren voor dags nadien. De Flex heeft 92% stoom, waarbij dat het brood in plaats van uit te drogen vocht opneemt en malser wordt in de tijd. En aan de hand van een UV-installatie gaan we ervoor zorgen dat de lucht kiemvrij blijft, zodat er geen schimmel zich kan ontwikkelen. Het totaal concept is zodanig bedacht dat er in de winkel nooit geen lege rekken kunnen staan. Producten staan klaar om afgebakken te worden 's morgens en cru-producten staan ook ontdooid standby in de flexbeker om dan te laten rijzen en dan af te bakken. Bij Delphine hebben we gekozen voor rotatieoven. Heel gebruiksvriendelijk. Aan de hand van foto's kies je een programma. En de oven zelf is heel flexibel, is heel snel op temperatuur en kan je kar na kar afbakken. De rotatieoven werkt aan de hand van warme lucht die geblazen wordt op de producten. De producten zelf draaien rond om gewoon homogene kleur te verkrijgen. De EcoStone-versie zorgt voor de recuperatie van de warmte uit de rookgassen. Die warmte hoef je niet met de brander te stoken en dan ga je dus energie mee besparen. Ten slotte zijn wij geen professionele bakkers, maar we werden wel onmiddellijk gerustgesteld door Ludovic, die ons beloofde de nodige bijstand te bieden waar nodig. Zowel bij opstart heeft hij uiteraard gezorgd dat de nodige programma's in de oven geprogrammeerd werden. En ook de flow heeft hij mee bedacht van hoe we best 's morgens en wanneer we best 's morgens opstarten om ervoor te zorgen dat we alle producten tegen opening zouden klaar hebben. Doordat we de afdeling meer en meer zelf onder de knie krijgen, kunnen we ook kritischer worden voor onszelf. En daarbij hoort ook nog steeds de hulp van Ludovic om af en toe dingen te fine-tunen. Eén telefoontje, Ludovic helpt me direct om te tonen waar ik kan bijsturen. En indien het niet lukt, komt hij zelfs ter plaatse. Ons aandeel bakkerij is intussen bijna verdubbeld in vergelijking met de cijfers uit de oude winkel. Een goed draaiende bakkerijafdeling in een supermarkt is denk ik een hele grote meerwaarde, gezien mensen niet enkel om die pistolets, stokbrood en verse boterkoeken komen, maar dan nemen ze uiteraard ook onmiddellijk de rest mee.